Zometeen is de reunie voor onder andere de oud-spelers van Feyenoord. Jij bent altijd vaste gast, Pascal. Ja, ik vind het superleuk. Niet alleen om hier te zijn, maar ook met al die oude knarren, zeg maar, mooie verhalen op te houden hoe zij vroeger beleefd hebben. Dus dat is, ik probeer altijd van de partij te zijn, ja. Wat zijn dan van die mooie verhalen die je dan tegenkomt gedurende die reunies waar je bij bent? Nou ja, kijk, weet je, de verhalen van de eerste uitwedstrijd Europees met de boot. Ja, dat soort verhalen, dat is geniaal om te horen. En alle wedstrijden, Joop van Dahl, die er ook altijd is, vind ik super mooi om mee te praten. Dus nee, dat is wel echt wel voor mij echt een hele leuke middag altijd. Ik hoorde net van Pascal Bosgaard dat bij de reunie Joop van Dahl altijd de mooiste verhalen heeft. Dan hoort hij niet zo vaak mooie verhalen, denk ik. Ben ik binnen 30 seconden? Ja, Nee. Kijk, wij hebben natuurlijk, op basis van wat we allemaal mee hebben gemaakt in voetballerij, heb je nog wel eens wat anekdotes. En die slaan meestal aan, omdat hun zijn natuurlijk, 20, 25 jaar jonger. En daar zit er ook verschil in de soort humor die er is, hè. Kun je een voorbeeld geven inderdaad van zo'n bijzonder verhaal wat je dan hebt meegemaakt? Koen Molijn krijgt de heren modezak. Die komt trainen. En de training is afgelopen en dan loopt er iemand met een kostuum. Die loopt onder de douche. En wij allemaal lachen. Is dus een kostuum van Koen Molijn. En dat hebben ze ook een keer geflikt met een overhemd. Hebben ze zijn mouwen eraf geknipt en alles. En een stropdas erom gehangen met een briefje van 25. Ja, dat is onze humor. Hoe is het ook voor jou om weer terug te zijn bij de club? Want ja, je bent nu bij Feyenoord in dienst. Hè? Je werkt dan bij Dordt als assistent trainer. Ja, nee, supermooi. Heel mooi om weer onderdeel uit te mogen maken van Feyenoord. Weliswaar nu in de positie van assistent trainer bij Dordrecht. Om te kijken of we Dordrecht ook weer wat omhoog kunnen krijgen. Talenten die van Feyenoord daar gestald zijn om... Ja, te kijken of die in ieder geval binnen een jaar, twee jaar misschien wel Feyenoord 1 kunnen gaan halen. Dus ben ik heel dankbaar voor dat ik dat ook mag doen. Ja, en hoe bevalt dat tot nu toe in die eerste weken? Nou, bevalt goed. Natuurlijk merk je wel dat Dordrecht de laatste jaren echt wel heel laag gestaan heeft. En dat alles niet alles top geregeld is. Maar dat heeft ook zijn charme. En dat wordt wel van lief en leven wordt het wel beter. Dus dat is wel mooi om daar onderdeel van uit te maken. Wat verwacht je van Feyenoord van dit seizoen? Nou ja, de verwachtingen zijn uiteraard hoog. Als je kampioen wordt, je behoudt het grootste deel van je selectie. Je krijgt wat nieuwe impulsen erbij. Dus dan is de verwachting uiteraard dat je kampioen wordt. Maar ik denk dat je eerst moet kijken naar de start van de competitie. En van daaruit weer verder gaan. Zoals ze eigenlijk vorig jaar ook gedaan hebben. Van wedstrijd tot wedstrijd leven. Ben jij een vaste bezoeker van die reunie, Jean-Paul? Nee, dat is eigenlijk mijn eerste keer. Ja, natuurlijk jarenlang hier gewerkt. En dan deden wij alleen de foto, omdat we natuurlijk altijd vaak de openingswedstrijden hadden. Dus dit is voor mij de eerste keer. Hele mooie verhalen net van Joop van Dahl over afgeknipte mouwen bij kostuums die onder de douche werden gegooid. Hoe was dat in jouw tijd? Nou, volgens mij was het bij ons niet zo extreem. Maar met name Paul Bosveld was bij ons altijd wel de gangmaker in dit soort dingen. Wat deed hij dan? Ja, wat deed hij? Nou, hij deed in ieder geval niet wat Joop net refereerde, maar gewoon leuke grapjes die hilarisch waren. Ja. Wat verwacht je van komend seizoen van Feyenoord? Als je ziet ten opzichte van de concurrentie is denk ik Feyenoord vrij stabiel. Goede aankopen, of in ieder geval een aantal aankopen. Wat voor mij interessant is van hoe het gaat met scorend vermogen op het middenveld. Ze zijn toch Kokshu en Szymanski kwijtgeraakt. Nou, de vraag is of ze daar ook weer scorende middenvelders voor terugkrijgen. Maar het blijft een interessant seizoen, ook Champions League erbij. Ja, kijk er heel erg naar uit. Het leuke is dat je je oude spelers weer tegenkomt, hoop je. Ja, en dat het gewoon gezellig is, een leuke wedstrijd. En Benfica, ja, dus het is wel het is interessant en het is ook wel leuk om weer samen te zijn. Is het dan ook zo dat je heel veel verhalen ook weer van elkaar te horen krijgt van vroeger? Hè? Van de mooie dingen uit de kleedkamer of zo? Ik moet net zeggen, we komen net terug van Leo Beenhakker. Dus daar gaan we vaak heen, een bakje koffie drinken. Dus wij komen er net vandaan. Dus dan komen de oude verhalen van automatisch. En dat is wel leuk. En helaas is kan die man dat niet redden om hierheen te zijn. Dus wij komen vaak om een bakje koffie te drinken. Dat is leuk. Ja. Is nou zo'n mooi verhaal uit jouw tijd waarvan je zegt, dat vond ik nou zo mooi, dat herinner ik me nog tot in lengte van dagen. Nou, kijk, uit mijn tijd is dat we kampioen werden in 1993 in Groningen.
En dat we met een vliegtuig terug moesten, omdat je niet de hoogte kan krijgen, dus je hebt turbulentie. Maar dat je weer terugkomt op het vliegveld en dat ik zat met Regie Blink in zo'n karretje en toen reed ik tegen een vliegtuig aan. Dus ik weet ook niet meer waarom ik, dus ik denk dat ik er iets te veel gedronken had. Maar, maar dat is wel grappig, ja. Dat is zulke dingen, ja.